Voilà, had ik dit experiment een dikke 10 jaar geleden uitgevoerd, dan was ik nu misschien wel Nobelprijswinnaar. Want in 2004 waren er twee wetenschappers in Manchester bezig met exact datzelfde experiment. Ze hadden een blokje grafiet, dat is wat er in een potlood zit, en probeerden met plakband zo dun mogelijke laagjes los te trekken. Ze slaagden erin een laagje los te trekken dat 1 atoom dik is. Ze hadden het dunste materiaal ter wereld ontdekt. En ze noemden dat materiaal grafeen. De wereld van de fysica stond helemaal op zijn kop. Niemand had verwacht dat het mogelijk was om zo dun te gaan en iedereen wilde weten hoe sterk dat nieuwe materiaal is, wat het zou doen met elektriciteit en ook ik. Ik als jonge onderzoeker was gefascineerd door het bestaan van grafeen. En ik wilde weten wat het zou doen met licht. Meer bepaald laserlicht. Want laserlicht heeft ons al heel ver gebracht. Zo is het internet er de laatste 10 jaar veel sneller op geworden, omdat we met laserlicht veel sneller en zuiniger informatie kunnen doorsturen dan met de traditionele elektrische signalen. Maar zouden we dat zuinige laserlicht dan ook kunnen gebruiken binnenin een computer of in je smartphone? De batterij van zo'n lichttelefoon zou dan langer meegaan en je smartphone zelf zou sneller worden. Nu, in de praktijk blijkt dat toch moeilijker, want je moet er eerst in kunnen slagen om dat laserlicht te kunnen vangen op een kleine computerchip. Daarna moet je het heel sterk kunnen samendrukken om het te doen werken op zo'n kleine chip. En als je dan een berekening zou willen doen, dan moet je erin slagen om 2 verschillende lichtbundels met elkaar te doen communiceren. Praten, zeg maar. Uit ons onderzoek blijkt dat grafeen heel goed is in het vangen van licht en het bovendien heel lang kan vasthouden. Dit doet het door het licht wel 10 miljoen keer samen te drukken. Dus zo had grafeen al 2 problemen uit de weg geruimd. En toen kregen wij telefoon. Uit Manchester, het lab waar het in 2004 allemaal begonnen was. Zij vroegen onze hulp om te proberen 2 lichtbundels met elkaar te doen praten. Licht vereerd, zeiden we uiteraard, jazeker. En we konden ze niet alleen doen praten, we konden ze zelfs tegen elkaar doen roepen. Zo sterk was dat signaal. En zo hebben we dus bewezen dat grafeen een ideale kandidaat is om de basis te vormen voor een nieuw type supersnelle en zuinige lichttelefoons. Dus als jouw iPhone ooit een lightphone wordt, dan is het waarschijnlijk dankzij dit flinterdunne materiaal grafeen.